We hebben een vrij beroerde week gehad qua opbrengsten van duurzame energie. Het was overwegend bewolkt de afgelopen dagen. Af en toe scheen de zon wel eventjes, maar veel minder dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. En tegelijkertijd hield de wind het eigenlijk heel rustig. Er stond een noorden tot noordoostenwind. Meestal zwak alleen aan zee en in het noordelijk kustgebied af en toe matig of even tippend aan vrij krachtig. Maar dat heeft bij lange na niet de opbrengst opgeleverd die het normaliter in deze tijd van het jaar zou opleveren. Dat zien we ook duidelijk aan de waardes van de afgelopen 6 tot 7 dagen. Nou, de komende tijd volgt er duidelijk een verbetering, met name in de opbrengst van de zonne-energie. Het wordt namelijk behoorlijk zonnig, met name vanaf Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag. Gaat de zon flink schijnen, krijgen we geleidelijk met drogere lucht te maken. En aan de wind, ja, verandert de komende tijd niet zo heel veel. De eerste 1 à 2 dagen waait het nog wel redelijk stevig, maar daarna gaat die wind toch weer geleidelijk afnemen. Dat zien we ook op de animatie voor de komende 2 à 3 dagen. We hebben te maken met een noordelijke stroming en daarmee wordt relatief vochtige lucht aangevoerd. Vrij veel wolkenvelden trekken over onze omgeving. Dat zullen vanaf woensdag vooral hoge wolkenvelden zijn, waar de zon ook af en toe nog even doorheen komt. Dat komt de opbrengsten natuurlijk ook zeker ten goede, wat zonne-energie betreft. En de wind is de eerste dagen nog wel redelijk stevig, maar gaat vanaf donderdag, maar vooral vrijdag, afnemen. Dat komt omdat er een hoge drukgebied praktisch boven ons hoofd komt te liggen. En onder zo'n hoge drukgebied, ja, waait het eigenlijk niet of nauwelijks. Een windkracht 1 tot 2 veelal. Nou, de eerste 2 dagen, met name morgen, hebben we dus wel met een behoorlijke opbrengst wat energie, windenergie betreft te maken. Aan de kust af en toe zelfs een windkracht 6 uit de noordelijke richting. Maar die wind gaat vanaf woensdag al geleidelijk afnemen. En qua zonneschijn is het wisselend. Met name in de kustgebieden en het noorden van het land zijn er flinke zonnige perioden. Boven land zien we vaak nog wel stapelwolken ontstaan. Dus daar zal het wat vaker bewolkt blijven. Dat verandert vanaf donderdag, zoals gezegd, vanaf Hemelvaartsdag. Dan krijg je juist de zon flink de overhand in vrijwel het hele land. En dat zorgt ervoor dat de zonnepanelen flink wat uren kunnen draaien. De wind gaat echter onder dat hoge drukgebied flink afnemen. En dat zien we ook terug. Ja, windenergie zal er niet of nauwelijks nog opgewekt worden vanaf donderdag. En dat zal ook in het weekend het geval zijn. Zorgt er wel voor de komende dagen en eigenlijk de komende weken dat de zonnepanelen mooi schoon blijven. Er is veel stuifmeel en veel andere troep aanwezig in de lucht. En dat kan een beetje neerslaan op die zonnepanelen, waardoor ze wat wazig worden. En dat gaat toch ten koste van de opbrengst. Hou daar dus even rekening mee. Ik wens u een mooie dag.